bij mij overheerst wel echt het hoogtepunt van en de hoogtepunten van hoe we daar als team bezig geweest zijn om te vechten voor de roze trui die we uiteindelijk ook gewoon gehaald hebben. En misschien niet mee naar Turijn genomen hebben, maar wel, ja, ik denk dat fantastische resultaten gehaald hebben. En zeker hoe we hier in Arnhem begonnen zijn en Nijmegen met het realiseren van de blauwe trui, het podium hier in Arnhem. Ja, dat is echt een fenomenaal mooie ervaring. Daar heb je enorm van genoten, hè? Je kinderen mee op het podium. Ja, ik denk toch dat, ik sta niet alleen. Ik heb ook laatst gezegd, toen ik mijn bedrijf opstartte, zei ik, we zijn bezig dit te doen. En ik ben niet alleen meer. Ik heb een vrouw, ik heb twee kinderen. Ik heb heel veel mensen die mij ondersteunen. En weet je, dit ben ik elke dag dankbaar voor dat ik dit mag doen wat ik nu doe. Kijk, zonder mijn vrouw kan ik geen kinderen hebben. Zeker niet als profrenner. Want dan, ja, er moet iemand zijn die thuis is. En weet je, dat zijn dingen die, die heb ik toch altijd in mijn achterhoofd. De win-win situatie ontstaat alleen maar als je er nog een win bij hebt. En niet alleen win hebt, want dan heb je alleen maar winnen. Ja, nu is zij bijna aan de beurt, hè? Want jouw wielercarrière zit er over een paar weken op. Ja, en ik ben heel blij dat zij aan de beurt zijn. Ik bedoel, het is niet alleen mijn vrouw. Het zijn ook mijn kinderen en mijn hele familie. En vriendenkring. Ik weet niet hoeveel vrienden ik nog over heb na alle feesten die ik gemist heb. Verjaardagen waar ik niet naartoe heb kunnen gaan. Zelfs van mijn kinderen. Ik bedoel, mijn zoon is 24 januari jarig. En ik ben volgens mij sinds hij geboren is maar één keer op zijn verjaardag geweest. Dat soort dingen. Ja. Mijn dochter is tijdens het WK geboren. Weet je. Ik heb haar geboorte niet eens meegemaakt. Zulke dingen, tenminste niet live, waar ik bij was. Dat zijn allemaal dingen dat hoeft niet meer zo. Ik kan er nu wel bij zijn straks. En daar kijk ik heel erg naar uit. Maar je gaat niet stilzitten, allerminst, want je gaat een nieuw bedrijf beginnen met sowieso een naam die al heel veel zegt. Ja, MWE Coaching heb ik van de winter opgezet al. Mentale training voor topsporters, maar ook voor mensen die dus gewoon sporters. Als je doelen wil halen, heb je een mentale ontwikkeling nodig. Dat ga ik bieden. Persoonlijke ontwikkeling, dus voor mensen die in het normale leven ergens tegenaan lopen bijvoorbeeld. Of nog niet ergens tegenaan lopen, maar wel hebben zoiets hebben van, hey, weet je wat, ik kan wel eens wat meer hoogte- en dieptepunten bereiken. Het hoeft geen Efteling te worden, maar het mag voor mij wel wat minder vlak wat ik meemaak. Je geeft mensen hun persoonlijke postbankmoment. Ja, ook. En inderdaad vanuit de metaforen van de topsport die ik heb meegemaakt. Ik heb 24 jaar in de topsport gezeten. Er is heel veel resultaten gehad. Ook heel veel decepties meegemaakt, zullen we maar zeggen. Ik bedoel, afgelopen Giro is denk ik een enorm voorbeeld van hoe topsport in elkaar zit. Maar ook hoe een normaal leven in elkaar zit. Russian rider, not far behind him, of course, though, is Jack Bobridge.